de commandooverdracht van zowel het hoofdkwartier als de operationele vliegbasis hier op NAVO Airbase Geilenkirchen. De Duitse generaal Jörg Lebert is commandant van het hoofdkwartier en hij wordt vervangen door de generaal-majoor Kunkel. En de brigadegeneraal McDaniels, hij is eigenlijk de commandant van de vliegende eenheid en hij wordt vervangen door de brigadegeneraal Neumann. De overdracht die markeert een hoogtepunt en een tijdsperiode in zowel het persoonlijke carrièrepad van een commandant, maar ook van een eenheid. En daarin wordt vooruit en teruggekeken en daarom geven wij daar een extra ceremoniële aandacht aan. In principe markeren deze commandooverdrachten eigenlijk een periode van leiderschap waarin de ene commandant afscheid neemt en terugblikt en kijkt naar de resultaten die zijn behaald. En de andere commandant die wat eigenlijk gaat kijken waarin hij naar de toekomst de accenten wil gaan leggen. Nou, gemiddeld wisselen militairen tussen 3 en 5 jaar van functie. Dat is om enerzijds voor de militair zelf om zich te blijven ontwikkelen binnen de organisatie. Maar anderzijds geeft de organisatie natuurlijk wel ook de mogelijkheid om nieuwe ideeën en nieuwe inputs te ontvangen van nieuwe leiders.